is het gevoel na deze tweede etappe? Want zo dichterbij. Ja, voor het moment zwaar balen dat Wout de etappe niet kon winnen. En het was heel nipt. En het had niet in moeten zijn nu. En ik was zeker dat Lafay nog terugkomt, maar ja, dat was dus niet zo. En daar balen we flink van, en vooral Wout zelf. Wel het gevoel dat alles op zich in deze etappe naar wens verliep voor jullie? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, we hadden natuurlijk ook liever die bonies op de top van de Jaskibel nog gewonnen. Maar ja, daar weten we natuurlijk ook hoe sterk Pogacar daarin is. Maar ja, Jonas was opnieuw super sterk. En die zat erbij. Wilco zat er ook nog bij. Dat was gewoon super knap. Dat we weer in een groep van 20 man of 25 man. Alleen die laatste demarrage van Lafay, die was de laatste veel aan. En Wout wist natuurlijk ook van ja, als ik te vroeg aanga om hem terug te halen, dan komt Pogacar over me heen. Dat moet ik ook niet hebben. En dat is flink balen. Ja, Wout van Aert had natuurlijk gehoopt gisteren of vandaag een etappe te winnen. Je hebt hem al gezien in de bus. Hoe gaat het met hem? Hoe reageert hij daarop? Ja, hij is flink teleurgesteld. En dat moet ook. Want we komen hier met hem om etappes te winnen. En dit was een van de kansen. Dus zeker niet de laatste kans. Ik denk dat hij, als die teleurstelling weg is, dat hij vooral blij is met de vorm die hij nu heeft. Als je ziet hoe hij nu rijdt. Ik denk twee dagen op rij als enige sprinter, zou ik maar zeggen. Een grote man tussen al die klimmetjes. Alleen ja, de etappe zeker heeft er nog niet in gezeten. En dat is zuur. Dat is interessant wat je zegt natuurlijk, Grisha. Hij heeft wel meteen in deze eerste twee etappes zijn klimkunsten opnieuw geëtaleerd. Dat is natuurlijk wel interessant met het oog op wat er de komende weken nog allemaal staat te gebeuren. Hè. Dat zit wel goed, denk ik. Ja, ik denk dat iedereen dat heeft gezien, dat gewoon heel goed zit en dat hij het gewoon super in vorm is. En daar waren we ook niet bang voor. Maar ja, mooi dat hij dat kan laten zien. Alleen heel jammer dat hij niet gisteren of vandaag daar een etappe zeker mee uit de wacht kan slepen. Grisha, gezien het feit dat Wout nu net naast de zegen grijpt, verandert dat ook verleidingsgewijs de tactiek van morgen? Sprint hij morgen wel of niet mee? Dat gaan jullie morgen zien, of dat hij wel of niet meesprint. Maar dat gaat de tactiek voor morgen niet veranderen. Alleen het blijft natuurlijk een feit dat Wout graag etappes wil winnen hier. Dankjewel. Grisha.